Vragen naar de bekende weg. Ik heb er zelf een beetje een hekel aan. Goed, Kamervragen, dat hoort bij het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Vragen stellen aan het kabinet, aan de regering, opheldering vragen. Het hoort er allemaal bij. Maar soms denk je wel, jongens, kom op zeg. Wat moet een minister hier nou van vinden? Waarom deze vraag? Vorig jaar, 2015, zijn er 2822 vragen gesteld door de Kamer aan het kabinet. 2016, nu, we zijn half maart, al 728. En de beantwoording van de gemiddelde Kamervraag kost al bijna 4000 euro. Neem de misdragingen deze week van PSV-supporters in Madrid. Iedereen vond het walgelijk. Iedereen heeft de beelden gezien. En de club, die neemt zelf ook al maatregelen. Ik belde met de directeur, Toon Gerbrands. Hij zei het volgende. Nou, laat even duidelijk zijn, we ons volledig gedistanceerd hebben van dit soort gedrag. We hebben alle filmpjes opgevraagd die er zijn van het plein en met de bedelaars. We zijn met de afdeling veiligheid aan het traceren wie dat zijn. Als wij kunnen ontdekken wie het zijn van de supporters, opgeroepen voor een gesprek. En dan worden daarna de sancties besproken. En die zullen we daarna wereldkundig maken. Dus we zijn volop aan de bak. Maar nee hoor, dit soort eigen maatregelen van de club, eigen acties tegen dit soort mensen, het is niet genoeg voor Kamerleden. Kamerlid Marcouch stelde daarom vandaag vraag 729 dit jaar. Want de minister moet hier ook weer wat van vinden. Wat moet een minister hier nou ook nog weer van vinden? Nou ja, de minister van Veiligheid en Justitie is ook verantwoordelijk voor gedragingen, misdragingen in het buitenland. Dus dit zijn walgelijke gedragingen in Spanje. Het Openbaar Ministerie in Spanje stelt een onderzoek in, dus mogelijk zijn er ook strafbare feiten gepleegd. Ik vind het belangrijk dat ook de minister zich uitspreekt. Ja, het antwoord van de minister op deze vragen, het laat zich wel voorspellen hoor. Het is walgelijk wat de mensen gedaan hebben, we veroordelen het en de daders moeten zo mogelijk gepakt en bestraft worden. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Kamervragen, Kamervragen, Kamervragen. Kamervoorzitter Riep schreef vandaag een brief aan Kamerleden. Beperk de Kamervragen nou tot waar ze in de essentie voor bedoeld zijn. Hou het kort, hou het bondig. Daar heeft ze groot gelijk in. Want vragen naar de bekende weg is niet alleen zonde van de tijd, maar ook zonde van het geld.